Als ik op dit knopje druk, misschien kunnen jullie het horen. Kunnen jullie het horen? Ik kan het laten zweven. Het is op energiegebied is het eigenlijk 1 minuut voor 12. Want we zien helaas allerlei negatieve effecten van onze huidige manier zoals we met onze huidige energiebronnen omgaan. Vandaag zijn wij gestart met de kick-off van Energiepark Peeland en met het project Zon op School, wat daar onderdeel van uitmaakt. Zon op School is een project voor het bewustmaken van kinderen op basisscholen van het thema duurzame energie en alles wat daarbij komt kijken. Een beetje dichterbij komen, één vinger tegen de andere kant. Daar voel je niks van, hè? Maar mogen ze daar wel even een groot applaus voor, dames en heren? Als je vanmorgen naar die kinderen keek, dan is dat echt te gek. Die kinderen die laten meteen zien wat ze voelen. En die zijn ook direct enthousiast door hele kleine voorbeelden die gewoon energie zijn. Wij proberen met mensen, kennis en middelen dit project bij te staan. Er liggen hier 3 zonnepanelen op het dak van de school. Met een heel mooi televisiescherm waar de kinderen op kunnen zien wat de zon doet en hoeveel stroom het produceert. Dit initiatief begint met Zon op School, een project wat gigantisch appelleert aan het gevoel van jonge mensen. En wat tegelijkertijd ook een behoorlijk draagvlak gaat creëren voor een energiecoöperatie binnen de Peel, binnen Peeland Zuid. En ik heb daar wel vertrouwen in. Ondernemende mensen met een stevige ambitie, die er niet voor terugdeinzen om flink aan te pakken. En dat is wel wat ik hier zie. Het lukt om dit initiatief van de grond af te trekken en wij hebben straks heel erg veel leden en wij kunnen hier zelf onze energie opwekken en gebruiken, dan maken wij dat wel trots. Ja.